Ik ben hier in Apeldoorn bij de headquarters van de one and only best business coach van Nederland, Simone Levy. En mijn onderwerp is natuurlijk pak je podium. En ik ben heel lang bezig met presenteren, maar eigenlijk is er iets wat belangrijker is dan zeggen of hoe hou je je handen. En dat is natuurlijk wat heb je te melden. Maar wat laat je eigenlijk echt zien van jezelf? En misschien heb ik daar zelf ook nog stappen in te maken. Maar iemand die geen blad voor de mond neemt, is dus Simone. Simone, wat fijn dat ik bij jou te gast mag zijn. Ja, nou ja, dankjewel. En jij zegt wel van iets wat jij nog bij jezelf meer mag ontwikkelen. Maar ja, vind ik dat ook bij mezelf. Dat ik nog meer ongenuanceerd mag zijn. Oh ja, wat is dan, waarin laat jij jezelf nu nog in? Hou je je in? Nou, ik denk dat ik me nog best wel veel inhoud. Dat ik gewoon in uitspreken naar vriendinnen toe, maar ook op social. Dat je dan toch een beetje denkt van, weet je, dat je je toch nog te veel laat leiden op wat anderen dan misschien van je zullen denken of vinden. Of ja, ik wil niet te hard overkomen. Of ik wil wel mensen niet kwetsen. Of weet je dat. Ja, want jij hebt het ook heel veel over geld. Ja. En je merkt dat soms ook wel eens best wel heftige reacties oplevert. Want wat is misschien een vooroordeel waar jij dan tegenaan loopt? Het moeilijkste vooroordeel vind ik dat mensen heel snel tegen mij zeggen, ja, maar jij bent Joods. Je hebt Joodse roots. Oh. En daardoor kan jij gewoon heel goed geld verdienen. Of ja, jij bent echt zo'n Jodin. Dat vind ik, ja. En dat wordt zelfs in positieve zin als in negatieve zin wordt dat gezegd. Maar ook in positieve zin vind ik hem niet leuk. Want dan denken mensen dat ze je nog een soort compliment geven. Ja. Van of dat het gewoon dan een gegeven is bij Joodse mensen. Holy shit. Van ja, Joodse mensen zijn echt heel goed met geld verdienen. Terwijl ik heb een Joodse vader en mijn vader die is nou de meest behoudende man die ik ken. Maar wat voor gevoel geeft je dat dan als ze met dat vooroordeel komen? Nou, dat het natuurlijk ook echt dan zo'n vooroordeel is. Wat in de oorlog natuurlijk echt voor heel veel ellende en verdriet heeft gezorgd. Dus dat kan wel raken, ja. We hebben natuurlijk antisemitisme wat nog welig tiert. En dan heb je zeg maar in een soort heel de donkere krochten van, niet eens heel donker op het internet. Maar dit is eigenlijk gewoon een onderdeel daarvan natuurlijk. Ja, zo voelt het wel, ja. En ja, dus dat is wel een eentje die ik dan wel lastig vind, ja. En zeg je daar dan wat over op dat moment? Nee. Is dat misschien, zou je dat willen op zo'n, wat nou zou ja, je misschien doen? Weet je, dus nu is wel, nu jij stelt mij nu deze vraag en denk oké, weet je, ik ga maar meteen met iets op tafel komen wat ik, waar ik me nog nooit echt over heb uitgesproken. Dus dat je al zegt dat het gebeurt en dat het je raakt. Dat is eigenlijk ook niet, volgens mij heb ik daar nooit iets over geschreven. Nee, ik zit inderdaad ook te denken of ik dat ooit eerder van je heb gehoord, maar ik vind het wel. Vind je het nu ook spannend om dat te zeggen? Nou ja, als jij dat dan straks online gaat gooien, vind ik dat ook wel weer een spannend ding, ja. Maar ik vind wel dat je het online mag gooien. Of, dus snap je wat ik bedoel? Ja. Ja, dankjewel dat je het deelt. En over je vrouw zijn en in combinatie met geld. Want daar dacht ik eigenlijk dat je dat zou zeggen. Maar ik vind dit natuurlijk eigenlijk nog veel relevanter, hoor, wat je nu zegt. Ik heb een keer een interview gehad bij Quote. En ik dacht, oh leuk, Quote gaat me interviewen en helemaal enthousiast. En toen werd het zeg maar ook geprobeerd om me heel erg in dat hoekje te drukken. En toen probeerde ik me ook heel erg te verdedigen in van, weet je, ik ben gewoon ondernemer. En ik help ondernemers met een ondernemerschap. En niet van, ik leer jou hoe je miljoen verdient en nooit meer hoeft te werken aan het zwembad. Dat die ander dat ook weer leert en die leert de andere ook weer, weet je. Dus... Nou ja, uit ervaring weet ik dat ik het ondernemerschap ook echt moest leren. Want ik kwam uit loondienst en wist van toeten op blazen. Dus dat is ook, dat moet je ook leren naar mijn idee. Ja, dus dat is dan, weet je, mijn reactie erop. Maar het ging over, spreek je jezelf uit? Ja. En ik weet nog wel dat je daar ook op gereageerd hebt. Ja. Maar hoe kijk je dan terug op de ervaring en hoe had je dan... Nou ja, dus wat het eigenlijk voelde van die ervaring, van ja, het klinkt best wel zwaar hoor, maar zo voelde het wel, was dus dat ik me door een man heel erg zeg maar in een hoek heb laten drukken. En dat ik niet zei tegen die man, dus op het moment dat het te ver ging, van ho, stop, ik ga hier niet meer op in. En ik kan hier geen antwoord meer op geven en ik wil hier geen antwoord meer op geven. Maar dat ik gewoon iedere keer meer maar zeg maar uit de tent liet lokken en mijn ding zei. Dus ik gaf mijn grenzen niet aan. En toen hij wegging, toen vond ik dat het meest vervelende gevoel wat ik in mezelf had. Bijna een soort, mag ik zeggen, verbale aanranding? Ja, zo voelde het. Ja. En dat het dan natuurlijk ook nog over geschreven wordt. En dan ook nog in een bepaald daglicht wordt gesteld. En dat er vervolgens, dat ik daar een reactie op geef. En dat er dan nog wordt gezegd, wij vonden dat Simone Levy een prima vrouwtje is. Weet je dat? Vond ik dan ook weer een hele nare reactie of zo. Weet je dat? Dus ja, dat was wel...
Dat vond ik heel lastig. Ik weet ook wel dat ik toen meteen, toen was dat interview geweest, ik had meteen dat gevoel dat ik meteen mijn man Matthijs ook opbelde. En die was meteen dan weer zo'n man die achter me stond en die zei, ja, en dat moet je, weet je. Ja, maar dan, toen was het ook al het kwaad geschiet eigenlijk. Ja, of kon je nog iets doen? Nee, ik kon niks meer doen. Jij bent ook altijd wel een pionier geweest als het gaat over persoonlijk zijn en jezelf meenemen in je marketing. Je had ook altijd je verhaal. Ik stond onder de douche, had ik een inzicht. En dat was ook gewoon fantastisch om mee te maken dat iemand dat zo deed. Een soort signature story. Maar wanneer ben je dieper in je gaan afgezakt? Want nu schrijf je ook over seksualiteit, over vrouw zijn, moederschap, dingen die je raken. Wanneer ben je daarin dieper gegaan? Nou ja, ik denk dat je eerst dan denkt van ja, wie ben ik daar nu om daar een mening over te hebben? Want ik ben nog maar een meisje en ik kom net ergens kijken of zo, weet je dat? Voel je nu wel echt heel erg de ervaring en je denkt, laat ik het zo zeggen, je denkt de wereld wat beter te begrijpen. Of juist dat je nog minder begrip voor de wereld hebt, maar ook dat een beetje loslaat. Van, en minder bewijsdrang dus minder ook. Minder bewijsdrang ja. Daarin hebt. En ja. Daarin dus dan ook weer meer dat bij jezelf kan ontwikkelen en dan ook kan laten zien. En ik herken het zelf al. Mijn moeder is op dit moment dat we filmen heel erg ziek. En daardoor, omdat je dan een ander soort verdriet kent, wordt alles relatief ook misschien. Dus daardoor durf ik ook meer van mezelf te laten zien. Ja, ik weet niet hoe dat is gekomen, maar ja. Je bent wat rauwer, je staat meer open. Je zintuigen staan meer op scherp en nu durf ik iets meer daarin te delen. Herken je dat? Ja, ik snap wel heel goed wat je bedoelt. Dus kijk, in je leven maak je dus gewoon bepaalde dingen mee die je daardoor denk ik ook weer dichter bij jezelf brengen. Ook al zijn dat gewoon gebeurtenissen die wel pijnlijk zijn. En misschien is het dus juist wel zo van hoe meer je zeg maar dat soort pijnlijke gebeurtenissen in jezelf kan landen en daar iets mee kan doen om jezelf te ontwikkelen, hoe krachtiger je uiteindelijk ook wordt, maar ook die diepere lagen in jezelf kan vinden. Wat zou je tegen mensen willen zeggen die hier misschien wel klaar voor zijn? Die willen graag meer van zichzelf laten zien, maar die vinden het ook spannend. Kijk, heel veel mensen die denken van dat ze dat allemaal alleen moeten doen. Maar ik denk juist dat het heel goed is om daarin ook met een coach samen te werken. En eerlijk gezegd, dat is trouwens wel echt een hele mooie, en dat meen ik ook echt, is dat ik mijn diepere lagen en mijn verhalen en alles ook echt heb kunnen vinden door op het podium te gaan staan. Want de meest kwetsbare plek die er bestaat is eigenlijk ook wel op het podium. Ja, wat mooi dat je het zegt, want ik wist niet dat je dat zou zeggen. Natuurlijk, nee. Ik bedoel, het is mijn vak, maar ik ben natuurlijk ook wel blij dat je het zegt. Maar ja. Het is waar, want als mensen de tijd nemen om in die zaal te gaan zitten en te gaan luisteren naar je, daar betalen ze zelfs een kaartje voor. Ja. Wat ga je ze dan geven? Ja. Behalve je denkt, als je begint, denk je van, ik moet heel veel informatie geven. Ja. Maar uiteindelijk daarmee verlies je de verbinding en krijg je een soort stortvloed over je. Maar die emotie en dat je ze raakt, dat is wat ze onthouden. Ja. Maar kostte het jou moeite om dat proces aan te gaan? Of ging dat vrij natuurlijk? Je doet dat natuurlijk meer en meer. Nou ja, kijk, je doet het natuurlijk ook wel een beetje along the way. Maar ja, weet je, het ondernemen is natuurlijk de meest persoonlijke ontwikkeling. Ja, de grootste persoonlijke ontwikkeling die je in jezelf kan aangaan. En dan denk ik van, ja, kost het dat daardoor dus ook moeite? Ik denk het ook wel, dat het ook moeite kost. Dat je ook die moeilijke momenten dus aan moet gaan om vervolgens weer te kunnen denken. En dat vind ik dan altijd wel leuk. Van, oh ja, nu heb ik wel weer een heel mooi verhaal te delen. Ja, ja precies. Je gaat op een gegeven moment denken in content ook. Ja, hè? Van, ja je denkt in verhalen. Je denkt in, oh ja, weet je, wat heb ik dit jaar eigenlijk allemaal gedaan en geleerd en meegenomen? Hoe kan ik daar verhalen van maken? Ja. En dat vind ik wel een beetje, zeg maar, heel veel verhalen blijven toch een beetje, net als als je in webinars aan het luisteren bent of zo, van het blijft altijd een beetje aan de oppervlakte. En dan wordt het zo'n beetje zo'n verhaal. En toen en toen. Ik was ook op een event laatst. En er was ook iemand, weet je, die vertelde een verhaal. Maar eigenlijk bij alles wat ze vertelde was van, dus zij had heel erg van, oké, ik moet een verhaal vertellen. Maar eigenlijk had het verhaal maakte helemaal geen sens of zo, weet je dat. Dan denk ik, ja, maar als je dat wel had geleerd en gedaan. En je had een iets diepere laag bij jezelf kunnen laten zien. Want nu bleef het heel erg aan de oppervlakte van, nou, het ging ook over vrouwelijk ondernemerschap en over geld.
Als je iets meer die diepere lagen en je eigen emoties daarin had kunnen laten zien, dan was het heel krachtig geweest. Ja, het was meer een soort van klok en klepel. Ik doe iets persoonlijks, maar het was net nog niet helemaal raak. Nee, dat. Ja. En anders kan het juist ook wel een beetje de plank misslaan. En ik denk dat heel veel mensen er een beetje te makkelijk dan ook over denken. Ja, maar het levert uiteindelijk wel wat op als je je als ondernemer kwetsbaar opstelt. Ja. Wat? Het levert je wat op als je je kwetsbaar opstelt. Maar ook dus als je ook hebt geleerd dat je het verhaal daarachter is. Weet het moet geen trucje zijn dus. Nee, het moet echt zijn. Ja, en ook van wat wil je daar dan mee vertellen? Ja, precies. En uiteindelijk, wat heeft het publiek hier dat, aan? Ja, ja. Tuurlijk. Ja, ja, dat, ja. Ja, maar dat gebeurt niet. Het is alsof ik het zelf nu opnieuw heb. Ja. Maar dat is wel zo. Nou, oké. Okay. Ik ben toch wel onder de indruk van dat je dat hebt verteld over het antisemitisme wat je vertelde en over het vooroordeel. Hoe denk je er nu over nu je het hebt gedeeld? Ja, ik weet nog wel dat ik een keer ook mijn boek had geschreven. En in mijn boek staat best wel een heftig seksueel misbruik in. En toen werd dat boek gelanceerd. En toen dacht ik, weet je, toen kreeg ik bijna echt een paniekaanval de avond ervoor. Dat gevoel van paniekaanval heb ik nu niet. Maar het is wel een soort van, wat voor gevoel voel je? Een soort van schaamtegevoel. Dus ik weet, het gaat naar buiten. En wat het is, die schaamte die ik dan voel, daar moeten we dan met Katelijn over hebben. Dat maar, is jouw coach en die werkt dan voor jou. Die doet fantastisch systemisch werk ook. Dus wat het dan is, maar het voelt toch wel een beetje zoiets. Maar ik weet ook wel van, het doet goed als je het vertelt. Dus ik weet dat het goed doet, maar soms kom je met iets naar buiten en dan denk je toch. Waar schaam je je dan over? Ja, daar zit ik dan ook over na te denken van... Is het dan de schaamte dat ik dit dan nog nooit eerder heb gedeeld en dat ik dat dan dus juist spannend vind? En dat je dan denkt van, maar waarom vind je dit spannend? Is dat dat je dan denkt van, maar waarom moet ik dit dan gebruiken of nu zeggen? Of zo dat je daar dat hebt? Ik weet het niet. Ben je bang weer voor andere reacties? Dat er dan nog een soort sneeuwbaleffect juist komt? Nee, want ik weet eigenlijk wel dat als het naar buiten komt, dat mensen, niet zoveel mensen zullen zeggen van, belachelijk. Ook weer zo'n jodin die zich als slachtoffer gaat gedragen. Of zo. Ah. Nee, dat denk ik niet. Dat ben ik niet bang voor. Maar dat vooroordeel is er wel. Dat is waar. Dus je bent ook misschien bang voor dat het slachtofferschap dan aan je hangt? Ja, misschien. Ja, dat is het denk ik. Is het iets waar je wel open over mag zijn? Ja, zeker. Zeker mag je daar open over zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is ook dat je daarover open bent. En dat je dit soort dingen bespreekbaar maakt. Ja. Uiteindelijk is dit ook wat Brené Brown zegt. Is natuurlijk, wat is de kracht van kwetsbaarheid? Uiteindelijk is dat het doorbreken van dat waar je je voor schaamt. Ja. Ja. Mooie. Ja. Nou, Simone, ik wist niet dat dit eruit zou komen, maar ik wil ook bedanken voor je openheid en je kwetsbaarheid. En ik bedoel, het gebeurt ook altijd dat je dus andere mensen hiermee raakt die, je weet nog niet eens op welke manier, maar die hier dit nodig hadden om te horen. Ja, denk het wel. En ik denk als je dit dan weer bij jezelf hebt opengebroken, dat je dan weer nog meer dingen van jezelf kunnen laten zien waarbij je denkt van, maar dit past wel echt bij het stigma. Jodin zijn of zo. Weet je dat wel? Ik ben het niet eens, hè, want ik heb een Joodse vader. Je hebt een achternaam, je hebt roots en natuurlijk wel een hele story erachter. Dankjewel voor het delen. Ja.